die passie voor talen die was er eigenlijk al van jongs af aan. Ik las heel veel, zowel boeken als tijdschriften en kranten. En ik voelde wel dat elke tekst een ander gevoel had en anders opgebouwd was, anders geschreven was. En daarvan had ik iets van, ik wil dat ook kunnen. Ik wil ook een boek kunnen schrijven en iemand een goed gevoel geven. Ik wil ook een goed krantartikel kunnen schrijven en echt heel informatief. En ik merkte ook dat hoe goed je met taal kunt spelen, dat dat een grote impact heeft op de kwaliteit van je tekst. En daarom ben ik dan naar een talenopleiding gegaan, omdat ik dat ook echt wel wou leren, die skills. Ik werk nu bij Co&Co en wij zijn een contentbureau in Gent. Wij doen een heel groot gamma aan communicatie. Maar werk je daarnaast ook aan de communicatiestrategie eigenlijk van bedrijven. Dan vooral op vlak van B2B-marketing. We hebben toch een aantal heel mooie namen in ons portfolio. Bijvoorbeeld Teamleader, toch wel een succesvolle scale-up ondertussen. Daarnaast ook een aantal mooie grote overheidsorganisaties zoals Flanders Investment and Trade. Die Vlaanderen in de kijker gaan zitten in het buitenland waar wij aan mogen meewerken. En ook een aantal IT-spelers zoals Delaware. Ja, als copywriter is eigenlijk een klein beetje jij en je PC. En de tekst moet van jou komen. Maar ik werk ook heel veel samen met mijn collega's, werken echt wel in team. We gaan samen beslissen welke insteek we bepaalde campagnes of tekst en content gaan geven. En we spreken ook dan samen van hoe moeten we iets verwoorden. Zou jij dit misschien anders aanpakken? En we lezen ook elkaars dingen na, want samen staan natuurlijk altijd zeggen van alleen. Ik vind het heel fijn als ik, nadat ik een opdracht heb gedaan, dat de klant mij dan zegt van het was echt tof om samen te werken of we zijn echt heel tevreden met het resultaat. Dan vind ik ook dat ik een goede job heb gedaan, als de klant tevreden is natuurlijk. En ja, een kerst op de taart zou natuurlijk ook zijn als ze er goede resultaten mee halen, zodat we dat dan achteraf ook nog horen.